Schiet op. Ja. Ja, ik zal eens even bedenken wat leuk is nog te doen, hè, voor je. Jaffa, Jaffa. Hoe is het als ik 1 jaar lang niet mijn straat uitkom? De mooiste straat van de Oranje. Vandaag, wederom. Waarom krijg ik niks voor elkaar? Heb zoveel shit te doen. Vanmiddag besloot ik van, hey, laat ik de vlog voor vanavond afblazen. 'Sochtends wou ik nog wel een paar dingen doen, maar dat liep allemaal een beetje de soep in. En ik had ook helemaal, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik heb echt helemaal geen zin of puff meer. Dus toen dacht ik, oké, forget about it, ik sla hem over. Alleen vanavond ben ik van gedachten veranderd en dacht ik, weet je wat, laat ik mijn emoties omzetten in een nummer. Nog 5 maanden in de straat. Ze zeggen, Marnix, het gaat steeds beter. Maar hoe houd ik dit nog vol? Alcohol. Als ik echt heel eerlijk ben, dan is eigenlijk het enige waar ik vandaag de hele dag aan heb gedacht, is gewoon in bed gaan liggen en er niet meer uitkomen. Hoi. Ik weet niet wat het is vandaag. Het is woensdag. Het is 4 uur geweest. En ik heb geen energie, jongen. Het enige waar ik zin in heb is om gewoon te slapen. En om gewoon thuis te zijn zonder ook maar iemand bij me. Gewoon alleen zijn. Ik heb het gevoel dat ik een beetje opgebrand ben. Dat ik mezelf weer moet opwaarderen en ook even goed moet nadenken over wat ik nu echt wil. Nog met de komende 5 maanden. Omdat ik eigenlijk al de afgelopen 7 maanden ontzettend veel heb gedaan. Moet ik dat ook even goed op een rijtje zetten. En in ieder geval om even, ik weet niet precies waarom, maar ik dacht om even in de mood te komen, om even wat inspiratie op te doen. Had ik wat oude tapes van mijn zolder gehaald. En besloot ik om hele oude meuk terug te gaan kijken. Oude videobeelden van heel vroeger. Hallo, zit ik weer high-e tapes terug te kijken. In de hoop op wat de geschiedenis herhaalt zich weer. Nou, ik denk dat iedereen wel de Alpe d'Huez kent. Een hele bekende wielrenfietsberg in Zuid-Frankrijk. 21 bochten. Best wel een flinke klim. Het was 2003 toen mijn vader en mijn beste vriend Arsi en ik gingen beklimmen. En ik was toen in best wel goede shape. Ik was toen erg sportief. Ik voetbalde ook veel. Dus ik dacht, nou, ik ga even een mooie tijd neerzetten. Ik had er echt zin in. Nou, toen begonnen we en begon rustig. Ik dacht van, oké, laat ik even mijn energie sparen. Dus ik begin heel kalm en ik ga telkens meer opbouwen richting de top. Ja, toen was ik een beetje over de helft heen. Toen was ik op 3/4. En toen begon het allemaal wel heel erg zwaar te worden. Dus dan ging ik steeds lichter rijden. En op een gegeven moment zat ik echt in mijn laagste verzetje. En ging ik echt heel rustig rijden. Maar ja, het laatste wat je wilt doen is stoppen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gedaan tijdens een klim. Je wil wel gewoon echt in 1 tempo die berg op. Maar echt bij de laatste 3 à 4 bochten, ik zat er echt nog heel, ik was eigenlijk best, was ik al best wel close. Toen reed ik echt tegen een soort van figuurlijke muur op. En ja, ging ik steeds trager. En op een gegeven moment moest ik gewoon echt afstappen. Totaal vergeten hoe het voelt om even leeg te zijn. Maar dat kunnen delen met jullie is al zo'n enorme opluchting. Vertel me eens wat er dit was. Zwaar. Of vooral het laatste was zwaar. En ik zeg wel grappig om te doen. Heb je moeten stoppen onderweg? Alleen op het allerlaatste. Toen kon ik niet meer. Maar we gaan er weer tegenaan. Nog 5 maanden, dus waar maak ik me druk om? En zeker omdat dit.
dit de mooiste straat van de Oranje is, waar heel veel mooie mensen wonen en werken. Genoeg, mezelf voor lul gezet. Het is bijna 11 uur. De buren zullen ook al denken, klaar met deze vlog. Dan gaan we met z'n allen een broodje halen bij de Volendam. Volendammer of Volendam? Volendam. Het is de Volendammer vishandel. Ja, maar Volendam ook. Dat is mijn enigste winkel. Dan gaan we met z'n allen bij de Volendam. Gewoon. Ja, we gaan allemaal een broodje halen bij de Volendam. Ja, waar is de Volendam? Dat is de enigste. Oké, ja, ik wist niet dat je boos werd. Ik ben boos!